probeer ook mensen er heel erg van bewust te maken dat er gewoon heel vaak dingen zijn die je wel misschien ziet, maar dan niet door hebt wat het voor je betekent. Ja. En dat vind ik juist zo mooi om dat ook mensen te leren. Zo van, kijk gewoon goed om je heen. In deze aflevering van mijn spirituele zoektocht bezoek ik Edith Bruns. Edith is natuurgeneeskundige en helpt mensen op verschillende gebieden weer in balans te komen. Verschillende vormen van healing, voedingstips, maar ook zielstekeningen helpen daarbij. Ik ben benieuwd hoe mijn zielstekening eruit ziet en wat voor boodschap er voor mij in verscholen zit. In dit geval had ik het al meteen door van, oh, ik moet eerst rood pakken. Maar soms gebeurt het ook, dan weet ik het niet. En dan voel ik er even overheen en dan springt er altijd een kleur uit. Ja. En dan weet ik van, oh ja, die moet ik pakken. Wat mooi dat je zo op je intuïtie kan vertrouwen. Dat het zo sterk is dat je gewoon daar niet meer over twijfelt. Ja, mooi. Nou, en soms twijfel ik ook nog wel eens, hoor. Ja, dat is ook wel. Dus en dat probeer ik wel steeds minder te doen. Maar is het dan dat je toch nog weer gaat nadenken of zo? En dan is het ook wel heel duidelijk, hè? Want dan ga je weer direct in je hoofd zitten en denk, oh ja, dat moet ik niet doen. Want ik moet er gewoon op vertrouwen dat het gewoon komt zoals het komt. En dat het gewoon klopt zoals het is. Ja. En teken je al lang zo op deze manier? Ja, eigenlijk al wel. Heel erg lang. Oh, die heb ik hier net niet staan, maar... ik ben eigenlijk ooit begonnen in zwart-wit. Dus ik deed vroeger eigenlijk alles in zwart-wit. Ja. Onder de lessen, op de middelbare school thuis, als ik aan het leren was, huiswerk moest maken. Ja, dat ging eigenlijk... Vanzelf. Dat ging eigenlijk vanzelf, ja. Nou ja. En tot op een gegeven moment ik het heel erg lang eigenlijk heb laten liggen. En ik deed mijn opleiding voor aura healen. En op een gegeven moment, toen had ik ook een pen in mijn hand. En ik begon te tekenen en toen gingen we werken met krachtdieren. En ik keek weer naar mijn tekening en toen dacht ik, oh, ik heb de krachtdieren al getekend van diegene met wie ik zo moet oefenen. Toen ben ik daar wel verder mee gegaan. Ja, ik dacht van, oh, weet je, dit is wel heel erg mooi. Ja. En nu moet ik het toch eigenlijk wel weer oppakken. Ik ben natuurgeneeskundig therapeut. En wat ik binnen mijn praktijk doe, is zoveel mogelijk verschillende kanten belichten van een cliënt die komt met moeilijkheden of met problemen. En dan ga ik gewoon kijken van, goh, hè, wat kunnen we doen aan een stukje voeding? Kunnen kruiden een bijdrage leveren aan de gezondheid van de cliënt? En ik kijk ook altijd energetisch. Wat zitten in de verschillende lagen energetisch? Hoe lopen de chakra's? Waar zitten de blokkades bij iemand? Zo kan pijn in je schouder bijvoorbeeld een hele andere... betekenis hebben, hè? Dat je bijvoorbeeld te veel druk op jezelf legt of dat een bepaalde relatie in je gezin moeizaam gaat. En dan ga je daarna kijken. Dus ik probeer zoveel mogelijk onderdelen te pakken van iemands lichaam, geest en ziel. Nou, hier komen mensen die echt levensvragen ook hebben. Ja. Hè? Van, wat is mijn pad? Wat doe ik hier op aarde? Maar ook heel veel mensen met allerlei lichamelijke klachten. En ook heel veel mensen die gewoon heel erg veel last hebben van stress, spanning, die een burn-out hebben. Ja. Dus over het algemeen wel heel veel verschillende mensen. Maar je ziet toch wel, en zeker in deze tijd, dat mensen toch wat behoefte hebben aan wat meer rust. Wat meer tot zichzelf komen, wat meer inzichten willen hebben. Ja. Vertrouwen misschien. Ja, en vertrouwen ook dat. En ook iemand die ze ook begrijpt. Ja. Ja. Hoe heb je dat ontwikkeld bij jezelf, dat je dat kan doen? Ja, nou, van kleins af aan merkte ik al wel van dat ik heel snel dingen ook wel oppikte. En dat ik al wel heel snel merkte van, oh ja, die zit wat minder lekker in de vel. Of daar loopt iets niet zo goed. Dus ik had altijd wel zoiets van... wat gevoeliger, laat ik het zo maar zeggen.
En op een gegeven moment merkte ik wel aan mezelf, oh, die gevoeligheid die wordt steeds groter, dat breid ik eigenlijk steeds meer uit. En op een gegeven moment kwam het op een punt dat ik binnen mijn werk een collega tegenkwam en toen dacht ik van, oh, dit gaat niet goed, hier moet iets mee. Nou, daar heb ik heel lang over getwijfeld, uiteindelijk ook die persoon gebeld en aangegeven van, goh, weet je, ik heb heel sterk het gevoel dat het niet goed met je gaat en ik vind eigenlijk dat je naar de dokter moet. En nou, uiteindelijk heeft hij dat geprobeerd, is niet gelukt, maar de volgende dag is hij wel opgehaald met de ambulance en is hij in het ziekenhuis terechtgekomen. En toen dacht ik bij mezelf van, nou gebeurden allemaal dingen die ik zo sterk voel en waar ik ook van binnen heel erg voel dat ik daar iets mee moet. En niet altijd per se in het, hè, want nu klinkt het misschien wat negatief, maar dat is het niet altijd zo. Maar ook positieve dingen. Hè? Ik ben ooit een keer iemand tegengekomen en die was heel erg verdrietig. En toen zei ze van, ik kreeg net te horen dat ik een miskraam heb gehad. En toen had ik zoiets van, ja, maar je hebt helemaal geen miskraam. Want ik voel gewoon dat het kindje in jouw buik gewoon leeft. En toen heb ik haar aangeraden om gewoon de volgende dag weer een afspraak te maken met de gynaecoloog. En gewoon eens te kijken van, mag je misschien een nieuwe echo, dat ze eens opnieuw gaan kijken. En heel erg haar daarin gestimuleerd en haar op die manier gewoon heel erg heb kunnen helpen. Ja. En het bleek dus ook zo te zijn dat de gynaecoloog die had een fout gemaakt en het kindje bleek dus toch wel te leven. Ja. Nou, ook wel lastig voor jou om die afweging te maken wanneer zeg ik iets wel en niet, hè? Ja, en dat is ook heel erg moeilijk. En als ik op een gegeven moment echt merk van, goh, hier moet echt iets mee, omdat iemand zo verdrietig is, of omdat je voelt van, nou, deze heeft dusdanig hulp nodig, dat als ik iets niet zeg, dat ik mijzelf dan heel erg schuldig zou voelen. Ja. Dus als ik echt de noodzaak ervan inzie, dan doe ik dat wel. Ja. Maar soms zijn er natuurlijk ook wel dingen die je gewoon ook niet kunt zeggen. Nee. En waarvan je ook weet van, ja, dat is tussen hier, hè? Ja, tussen hemel en aarde. Ja. En iets wat hier moet blijven. En dat is dan ook niet aan mij. Nee. Dingen over dood bijvoorbeeld, daar heb ik het ook nooit over. Nee. Dat is wel echt uitgesloten. Ja. Maar mooi dat je het dus allemaal voelt. Maar hoe ben je dat dan verder gaan ontwikkelen? Want je had het dan van jongs af aan. Hè? Ja. Maar hoe weet je dan van, nou, nu ga ik het aanpakken en ik ga daar verder mee? Nou, omdat ik toen ook wel zoiets had van, dat ik er zelf heel erg mee in de knoop kwam. Ja. En ik wist ook niet zo goed van, ja, hoe moet ik dingen nu wel precies doen en hoe niet. Hè? Je stelde net heel mooi die vraag van, goh, wanneer doe je iets wel of zeg je iets wel en wanneer niet. En daar kwam ik wel een beetje mee in de knoei. Zo van, ja, wat wel, wat niet. Wat is wel gerechtvaardigd om te doen en wat niet. En en wat kan ik eigenlijk nog meer dan dit? Ja. Toen heb ik ook de stap genomen om mij daar verder in te verdiepen. Dus ook om eens wat dingen over te gaan lezen. Van, goh, ben ik nou de enige? Zijn er nog meer mensen die dit hebben, die dit ook zo voelen en ervaren? En toen zei een vriendin van mij, goh, ik ken nog wel iemand, dat is een heel goed medium hier in Twente. Ga daar eens naartoe. Ja. Nou, en inmiddels is een hele goede vriendin van mij geworden, dus heel erg mooi. En ik vertelde haar laatst dat ik toen bij haar in de wachtkamer zat en dacht van, oh, wat doe ik hier? En ook, ik ook echt bij mezelf zoiets had van, nou, als ik hier nog 10 minuten langer zit, dan ga ik weg. Er zaten allemaal beelden in de wachtkamer staan en het kwam allemaal zo op mij af dat ik wel echt zoiets heel had van, oh, heel confronterend. Ja, het was echt wel een confrontatie met mezelf. Maar ik was daar en ze heeft heel veel dingen uitgelegd. En en vanaf eigenlijk dat moment dacht ik, nou, ik ga hier meer mee doen. Ik ga eens kijken, wat kan ik allemaal? Ja. Kan ik mensen helpen met bijvoorbeeld healing? Kan ik coachingsgesprekken voeren? Kan ik zelf mensen iets meegeven in bijvoorbeeld het lesgeven? En zo zijn er langzamerhand steeds meer dingen op mijn pad gekomen. Mooi. Dus, ja, en je doet nog meer, want ik zie achter jou hele mooie tekeningen, schilderijen. Kun je uitleggen wat dat precies is? Ja. Nou, ik maak zielstekeningen. Heel eenvoudig uitgelegd is een zielstekening eigenlijk een helderziende waarneming, maar dan op papier. Dus ik ga helemaal invoelen in iemands energie. Ja. En op basis daarvan maak ik een tekening.
Nou, en een aantal die je hier ziet, die zijn gemaakt op basis van de Chinese elementen. Dus je ziet hier de tekening van hout, van het element hout, element vuur, element aarde. Dat is denk ik niet te zien, maar element metaal en water. En wat ik zelf heel erg mooi vind, bijvoorbeeld ook in die tekening van hout, daar zie je in het midden een soort kaarsje. En dat kaarsje is eigenlijk nog niet aan, want hout staat voor mij heel erg voor het begin. Ja. He, je creëert iets, maar je gaat er nog niet echt op verder. En je hebt dus hout nodig om weer vuur te maken. Dus om dat kaarsje aan te krijgen, ja. He, om daar al je passie, al je warmte, om je ideeën te kunnen manifesteren, heb je weer vuur nodig. En zo heb ik deze tekeningen gemaakt. Deze tekening gaat heel erg over groei, maar ook over, ik zeg wel eens, het carnaval van het leven. Dus eigenlijk alles wat je in je leven tegenkomt. De fases in je leven, die kun je hier zien. Dit zijn eigenlijk de boomstammen. Ja. Hè? Eerst is de boomstam nog heel, heel klein. En die breidt zich steeds uit. En uiteindelijk zie je hier ook een uil in. Dus dat is de boomstam van de wijsheid. Van op een gegeven moment aan het einde van je leven, dan ben je wijs geworden, hopelijk. dan heb je de wijsheid in jezelf. En ben je eigenlijk heel erg gegroeid in alles wat je doet. In je talenten, in je vaardigheden, in je ideeën. En dat zie je dus hier heel erg in terug. Mooi. En dat maak jij dus voor mensen die hier komen, maak jij bijvoorbeeld zo'n zielstekening? Ja. Kun jij dan naar aanleiding van zo'n zielstekening iets vertellen als handvat? Of hoe gebruik jij ze? Ja, ik gebruik het eigenlijk op de vraag van de cliënt. Ja. Dus als die cliënt echt een vraag heeft, dan neem ik dat mee in de tekening. En als de cliënt aangeeft, nou, ik sta er open in, dan maak ik ook gewoon een open tekening. Ja. Dus dan kijk ik ook gewoon van, nou, wat komt er? Ja. En er komt ook altijd een boodschap in voor die persoon. Ja. Omdat het altijd, het gaat over die persoon. Ja. En je wilt iemand iets meegeven. En hier van boven wordt er altijd iets meegegeven voor die persoon. Dus dat is wel heel erg mooi. Voel je gewoon in, zeg maar? Hoe doe jij zo'n proces? Hoe gaat dat? Nou, ik voel in, maar ik zeg ook altijd, ik maak contact, hè, met met de spirituele wereld, met mij en gidsen. Ja. En ik vraag ook om mij te helpen daarin. Ja. Dus ik stem me eigenlijk af op die energie. Ja. Want ik zie eigenlijk de wereld zo, dat de wereld één grote bron is. Ja. Een bron waar alle informatie in zit en waar je ook alle informatie uit kan halen. En ik zie het ook echt zo dat wij zijn gewoon samen, wij zijn één. Jouw energie zit ook in die bron, mijn energie zit ook in die bron. En daar kunnen we gebruik van maken op een goede, liefdevolle manier. Ja, ja. Mooi. En zo doe ik dat. Nou, leuk, deze bijvoorbeeld, dat wil ik ook nog wel even uitleggen. Deze is gemaakt van een familielid van mij, die is inmiddels overleden. En je ziet hier eigenlijk nog de vorm in van een persoon. Ja. Maar je ziet ook dat die persoon eigenlijk een soort van energie wordt. Je ziet hier wel de armen in, maar het energieveld wordt steeds groter. Hieronder zeg maar de benen en het lijf en het hoofd. En deze persoon gaat dus over, dan zie je hier de trap. En als je goed kijkt, zie je ook een soort van engelvleugel in. Die gaat over naar de nieuwe dimensie. Ja. Ja. En hij laat alles achter. Hè? Dit is de hoed. Dus ik zet mijn hoed af. Ik zet mijn aardse leven zet ik af. En ik ga door naar het volgende leven, naar de volgende dimensie. Lijkt wel alsof de energie dan mee, zeg maar, eruit stroomt, om zo maar te zeggen. Ja. En dan, mooi. Ja, precies. Ja. Dus dat, die mooi. Heb jij die nog gemaakt naar aanleiding van dat diegene er niet meer is? Of voor die tijd al? Nee. Deze persoon is overleden en toen heb ik dit dus gemaakt. Ja, heel mooi. En meer ook, hè, want hier zit dus ook echt een boodschap in voor mij. Ja. Zo van, weet je, als je wat jonger bent, dan heb je nog wel eens wat twijfels. Hè, van, wat is er dan hierna en hoe gaat dat allemaal? En je leest heel veel in boeken, maar ik wilde ook gewoon zelf wat dingen ervaren. Ja. Ik heb ook zelf een
naar mijn mening een bijna doodervaring gehad. En ik wilde gewoon heel graag weten, klopt het eigenlijk wat ik allemaal heb gezien? Ja. Is dat ook, kan dat zo? En, ja, heb je dat meegemaakt? Ja, ik heb ook letterlijk dit gezien. Ja. Hè, want ik zag ook echt gouden bergen, een soort van duinen. En die zitten hier ook weer in. Ik zag ook heel erg een geel-goudachtig woestijnlandschap. Ja. Zo leek het wel. En ja, ik vond het gewoon heel erg mooi dat eigenlijk toen ik hiermee bezig was, dat heel erg duidelijk naar voren kwam ook. Van goh, alles wat je daar hebt gezien, dat klopt ook. En dat is ook daadwerkelijk zoals jij het hebt ervaren en zoals ik daar ben. Ja. Want zo kwam dat er heel erg uit. En hoe was je gevoel daar dan? Als ik nou, dat vraag. Heel erg fijn. Ja, het was niet eng? Of, Kijk, als mensen dan eens komen en zeggen, oh, ik ben zo bang voor de dood. Dan zeg ik, nou, dat hoeft helemaal niet. Want de energie is daar gewoon heel erg puur, heel erg zuiver. En niet te vergelijken met de trilling waarop wij leven. Je merkt daar ook gewoon echt een hele andere trilling, een hele andere frequentie. En mijn moeder zei ooit van, ah, zo gek dat er nooit iemand die is overleden weer terugkomt. Nou, zal daar wel heel mooi zijn. En daar moest ik toen wel aan denken. Want ik denk, ja, het is daar ook gewoon heel erg mooi. Het is daar heel erg rustig. Heel erg vredig. Heel erg liefdevol. Nou, dat klinkt wel mooi. Ja, dat is ook echt heel erg mooi. Dus en we zien eigenlijk zoveel dingen dagelijks. Zoveel symbolen. Tekens waar wij in ons drukke bestaan ze toch soms wel niet eens zien. Nee, dat zien we niet. En daar gaan we aan voorbij. Ja. En ik probeer ook mensen er heel erg van bewust te maken dat er gewoon heel vaak dingen zijn die je wel misschien ziet, maar dan niet door hebt wat het voor je betekent. Ja. En dat vind ik juist zo mooi om dat ook mensen te leren. Zo van, kijk gewoon goed om je heen. Ja. En ook als je wandelt bijvoorbeeld, dat is ook een mooie. Dan wandel je en dan heb je misschien een vraag in je hoofd. Dan kom je altijd iets tegen wat een antwoord geeft op jouw vraag. Ja. Ja. En zo had ik ooit een keer een vraag en ik liep padoes tegen een bord op met doodlopende weg. Toen dacht ik, oké, dan moet ik dus niet die kant op. Dan moet ik toch een andere weg kiezen. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Het is natuurlijk inderdaad nu even snel, omdat de opname geen uren kan duren. Nee. Dus je hebt voornamelijk de kern geschetst. Ja, precies. Dat klopt. Nou, en wat hier dus al heel erg mooi uitkomt, je ziet hier dus al een hele mooie vogel met allemaal veren hier op een blad. Ja. Jij stelde net een vraag aan mij, nu ben ik hem alweer vergeten, maar dat ging geloof ik ook over dat je wat last hebt van de rug. Oh ja, ja, ja. Ja, hè? Nou ja, hier zie je een vogel en de vogel die zit op een blad. Nou, ik zei net al, hè, ik begin met de kern. Ja. Dat is in dit geval rood. Die vogel die staat heel erg voor vrijheid. Van, hè, de dingen doen die je heel graag wil doen. Ja. Maar ik denk dat je jezelf daar nog best wel heel veel meer in kunt ontwikkelen. Omdat je hier het blad ziet en die vogel, die moet omhoog. Ja. Dus hieruit kan ik opmaken van, hè, je bent heel erg in ontwikkeling, want het blad is ook mooi groen. Maar voor jezelf zou je misschien nog wel wat grotere stappen kunnen zetten. Dat je het voor jezelf misschien nog wat kleiner houdt dan eigenlijk nodig is. En daardoor het voor jezelf iets moeilijker maakt. Ik zie ook dat jij heel liefdevol bent in hoe je praat, hoe je bent, want je ziet hier zeg maar de krop een beetje van de vogel. Die is heel erg mooi roze. En de snavel ook. Nou, dat staat voor mij heel erg voor het keelchakra, de communicatie. Heel erg laten zien dat je heel liefdevol met mensen kunt praten. Over ze kunt praten. Niet veroordelend bent. Maar soms daarin misschien jezelf nog wel wat tekort doet. Hier zie je dat rode. Je zei al van, goh, ik heb nog wel eens last hè, van mijn rug of van mijn van de huid. Nou, hier zie je het rode dat je mag nog wel wat meer dingen loslaten. Ja. Hè, hierin zie ik heel erg dat je ook in je lichaam gewoon echt sommige dingen laat manifesteren. Terwijl je ook kunt zeggen van, nou weet je, dat is een blokkade, ik laat het los. Ja, hoort niet meer bij mij. Hoort niet meer bij mij, het komt wel. Kijk, en als je dat doet, dan zie je dus echt heel erg dat
alles wat je liefde geeft, waar je je passie in kwijt kunt, dat je dan eigenlijk gewoon gaat stijgen. Ja. Gaat groeien in je ontwikkeling. Ja. Ja. En hieruit opmaken, dat kan ik ook heel erg zien, hè? Want je ziet een vogel. Vogel staat heel voor vrijheid, samen met een blad, maar staat ook heel erg voor natuur. Van hoe kun je, hè, voor jezelf op een wat natuurlijke manier gaan leven? Hè? Ja. Wat kan je meer toepassen vanuit de natuur in je hele systeem? Ja. Want ik zie hier nog wel een soort van tweedeling in. Van dit staat nog een beetje los van het ene. Het vloeit nog niet in elkaar over, ja, laat ik het zo zeggen. Ja. En bedoel je met de natuur dan voeding? Of ja, veel voeding, meer buiten maar zijn, ook buiten zijn. Ja. De natuur is zo breed. Ja, ja. Dus daar kun je heel veel dingen uitpakken. Ja. De een vindt werken met edelstenen bijvoorbeeld heel mooi. Ja, ook dat kun je doen. Ja. Maar natuur staat voor mij heel erg de dingen die de natuur ons geeft, precies, daar wat mee doen. Dus dat vanuit voeding, kruiden, maar ook vanuit energie vanuit de aarde heel goed kunnen gebruiken. Buiten zijn, echt de zuurstof van buiten. Ja. Opnemen, in bossen zijn. Dat mooi. Heel erg. Ja. Ja. Ja, vind ik heel mooi. Ja. En je zegt grotere stappen. Ja, ik ben altijd zo benieuwd, want ik hoor dat vaak. Denk ik, waarin? Ja, want dat zie ik echt. Weet je, het gaat een beetje zo. En het maar is dat dan op werkniveau? Of kun je dat, heb je daar een idee, een beetje grotere stappen of nog meer mezelf zijn. Ja, snap je? Ik vind dat altijd wel moeilijk te plaatsen. Ja. Ja. Nou, ik denk gewoon heel erg op het persoonlijke vlak. Ja. Niet per se met werk. Ja. Ook daar zou je nog wel misschien wat grotere stappen in kunnen maken. Ja. Maar heel erg op persoonlijk vlak. Ja. En daar ben je al wel heel erg goed mee bezig. Ja. Hè? Want dat zie ik hier ook wel heel erg in. Maar wel dat denkt van, oh ja, het stijgingspercentage is vrij hoog. Ja. Dus soms maak je het jezelf misschien iets te moeilijk. Ja, ja. En ja, precies, het staat zo. Ja. Want als je zo staat, kun je want het anders dan, hè, dan loopt het wat meer zo, dan gaat het gewoon heel mooi geleidelijk. Maar nu gaat het vrij schuin. En dat betekent dus, als iets schuin gaat en je moet schuin de berg op, moet je veel meer moeite doen om boven te komen. Ja, dus meer oude dingen loslaten en meer verbinden met de natuur. Ja, zeker. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.